heb 1-8 vandaag. Echt niet leuk. Maar ik ben nu eventjes aan het fietsen. En het regent een beetje, maar... ja. Dus ik ga nu eventjes naar school. Toe. Dus jullie zien me straks nog wel. We zitten nu bij je voorstelling. We hopen dat het leuk gaat worden, toch? Nou. Oh. Fabienne en ik zitten gezellig bij me. En ik ben even alles aan het maken en Fabienne doet helemaal niks. Oeps. Oeps. Nou, we zijn er net achter gekomen dat gewoon twee video's. Nee, maar hij mag gewoon zelf geen kleur. Er niet op staan. Heftige Fabienne. Ja, wow. Ja, heel heftig. Nou, ik ben onderweg. Soms daar is een hele awkward man. Maar ik ben dus onderweg naar huis. En het regent heel erg. Ik heb net een heel leuk kettingje gekocht bij H&M. En ik heb een deel voor Niels cadeautje heb gekocht. Want het andere deel hadden ze dus niet in de winkel. Heel erg jammer, want het was uitverkocht. Dus dat ga ik dan straks even bestellen. En ik ga nu even heel snel naar huis fietsen. Want het weer wordt straks nog erger. Okay, ik was dus naar huis aan het fietsen in de regen. En ik was dus in mijn wijk. En dan heb je zeg maar zo'n weg. En zeg maar zo je door kan. Dus ik kwam zeg maar in het straatje. En kwam een scootje aan. Ik dacht, nou ja, weet je. Die gaat sowieso rechtdoor. Dus ik wacht heel eventjes. Om een voorrang te geven. Vervolgens gaat hij gewoon het zaakje waar ik dus in ging. Maar hallo, je hebt een scooter. Dus je kan ook gewoon makkelijk je knipperlicht aanzetten. Maar toch ben je zo dom om dat niet te doen. Denk zo van, heb je het rijbewijs dan wel? Dus ik vond het echt heel stom. Nu heb ik gewoon daardoor 30 seconden langer in de regen gelopen. Dus ja. Ik heb dit hele kettetje bij H&M gekocht en ik vond het heel leuk om zo pak. Hij is dus in de aanbieding voor 2 euro en ik vind hem echt heel erg leuk. Hij was er trouwens ook nog in rosé goud, dus. Maar ik vond dit heel iets leuker omdat ik al een kettetje heb voor rosé goud. Zilver ook, maar ja, ik dacht dit vind ik ook wel erg leuk. En ik denk dat ik deze toch wel iets leuker vond dan die andere. Nou, ik heb dus mijn kettetje aan en ik vind hem heel erg leuk. Ik heb trouwens ook nog mijn oude aan, maar dat is niet anders. Ik moet straks werken. Alleen, het was dus net totaal niet druk in de stad. Dus ik verwacht eigenlijk ook niet echt drukte of zo. En het regent knijterhard. Misschien het stopt wel om 4:15. Maar ik ga zo naar bij de Mac eten. Super lekker. Zij 20 keer niks voor 5 euro trouwens. Waar ik dus op school achter kwam was dat er 2 video's op mijn YouTube kanaal verwijderd had waren. En ik kreeg ervan een waarschuwing via mijn mail. Ik ging lekker even kijken. Omdat er iets in voorkwam wat blijkbaar niet in mocht. Ik weet zelf ook niet even wat het zou kunnen zijn. Misschien een liedje of zo, ik weet het niet. Maar trouwens, dat denk ik wel. Een liedje, want ik ging kerstmuziek opzetten. Ik denk dat dat dan waarschijnlijk het foutje was geweest. En een andere video weet ik echt niet. Dus lastig. Zo. Ik lig nu lekker in bed. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren hier onder deze video. En dan zie ik je in de volgende video. Ik hoef trouwens niet meer te werken. Vond ik wel heel erg chill.